Goedemorgen, fijn dat jullie er weer bij zijn. Vandaag drie kleine kaartjes. Als eerste hebben we helderheid van aardengel Uriel. Dan hebben we realiseren van aardengel, even kijken, Raziel. En we hebben geluk van aardengel Ariel. Dus helderheid, realiseren en geluk. Aanvaar een compliment in dankbaarheid. Een heleboel mensen vinden het moeilijk om een compliment te krijgen, maar aanvaarden gemakkelijk een klein puntje van kritiek. Laten we vanaf vandaag op dit moment eens de keuze maken om bewonderende opmerkingen net zo volledig te accepteren als we een cadeau zouden aannemen. Oprechte complimenten zijn geschenken van waardering, een pluim voor de wijze van keuze die we hebben gemaakt, voor de dingen die we hebben bereikt en misschien gewoon voor onze positieve uitstraling. Er is geen enkele reden om het geschenk van vriendelijke woorden niet aan te nemen, maar sommige mensen gaan er tegen in en geven redenen op waarom ze niet waar zouden zijn. Als we de energie van een compliment visualiseren, zouden we een schitterende positieve licht zien, waardoor de gever wordt uitgezonden. En dat als we van harte accepteren, ons gehele persoonlijke energieveld kunnen verlichten. Onze dankbaarheid gaat terug naar diegene die het naar ons toezond als een warme, wervelende gloed en over en weer stromende goede gevoelens. Als we een compliment echter afwijzen, waardoor dat wat een prachtige uitwisseling had kunnen zijn, een onbehagelijk en ongemakkelijk wordt, krijgen we hierdoor meteen negatieve ervaring. Misplaatste bescheidenheid kan de vreugde van het delen van dit contact met iemand anders de kop indrukken, maar we kunnen zijn of haar compliment accepteren en toch bescheiden zijn door een eenvoudige dankjewel te zeggen. Hoe dan ook, je complimenten afwijzen door een gebrek aan zelfwaardering, kun je het beste als eerste gaan geloven in de eerste dingen van jezelf. Probeer jezelf te waarderen als je in de spiegel kijkt. Als je over het eerste gevoel van dwaasheid heen bent, zul je merken hoe goed dit aanvoelt en kun je naar de glimlach kijken die je op je gezicht tevoorschijn tovert. De volgende stap is zien hoe het is als jij complimenten aan andere mensen geeft. Merk hoe goed je jezelf voelt en als je ziet hoe het gezicht van de ander oplicht en hoe verschillend jouw reactie zal zijn als het geschenk dat je hebt gegeven wordt afgewezen. Als je dit allemaal een keer hebt meegemaakt, dan ben je er klaar voor om hier volledig en met genoegen mee te gaan spelen. Wij zijn zelf onze ergste critici. Wanneer we complimenten accepteren, worden we eraan herinnerd dat andere mensen ons door andere ogen zien. Alle levende wezens snakken naar positieve aandacht en verdienen het allemaal dat deze positieve energie met ons gedeeld wordt. Wanneer wij zelf gelukkig en dankbaar complimenten aannemen, geven we andere mensen misschien wel toestemming om dit ook te doen. Een fijne dag nog. Namaste.